Dit zijn beelden van de Smitsweg in Badmen. Het is zaterdag 18 november, een regenachtige dag. Op zich niet vreemd dat een man met een paraplu door de straat loopt. Wat hij daarna doet, is wel vreemd. Hij loopt hier naar de voordeur van een woning aan de Klumperstraat en kijkt door de ramen. In het huis woont een vrouw van 79. Ze is thuis en staat boven onder de douche. De man staat een paar minuten naar binnen te gluren en loopt dan weg. Bij haar achtertuin stopt hij. De man loopt wat snel, waarschijnlijk wil hij niet opvallen voor andere mensen in de straat. Minutenlang staat hij dan in het steegje achter het huis van de vrouw, tot de kust veilig is. Het is dan bijna 5 uur en het wordt al donker. Hij gaat door de poort. Dan springt ook de lamp aan. En eerst loert hij door het raam naar binnen. En terwijl de vrouw nog onder de douche staat, sluipt hij haar huis in. Sigrid, dit lijkt me een doodeng idee. Je staat onder de douche, je hoort gestommel, maar je kan eigenlijk geen kant op. Ja, dat is ook heel erg angstig. En die vrouw die hoorde ook geluiden. Toen heeft ze nog geroepen of er dus iemand was. Nou ja, daar komt natuurlijk geen reactie op. Ze heeft zich snel aangekleed en ze is gaan kijken. En toen zag ze wel dat die buitenlamp aan was. En die gaat aan als er in de tuin beweging is. Maar ze zag niemand en op het eerste oog leek er ook niks verdwenen te zijn uit de woning. En dat bleek later wel zo te zijn. Ja, in de slaapkamer daar stond de kast open. Dus tijdens het douchen is die inbreker waarschijnlijk in de ruimte naast haar geweest. En dat is best een eng idee. En in die kast van de slaapkamer daar stond een kluis met best wel veel geld erin. En dat geld is helaas meegenomen. Ongeveer 20 minuten nadat die inbreker dus naar binnen ging, zien we hem ook weer door de achterdeur naar buiten lopen. Die beelden zijn niet heel duidelijk, maar hopelijk herkent iemand hem toch. Misschien wel aan de manier waarop hij beweegt. Hij loopt hier eerst een stukje door de Smitsweg en daarna gaat hij de hoek om naar de Klumperstraat. Ja, met dus ook een flinke stapel aan bankbiljetten in zijn jas. Ja, en dat dus niet alleen. Hij is ook door het nachtkastje van de bewoonster heen gegaan. En daar heeft hij een gouden ketting met een hanger meegenomen. Maar ook een gouden trouwring met een inscriptie 02-05-1936. Misschien is die ring ergens te koop aangeboden na 18 november. Als dat zo is, dan horen we dat graag. Misschien kan die info ons bij die inbreker brengen. Help ons mee deze man te vinden. Hij sluipt dus hondsbrutaal het huis in van een oudere vrouw die onder de douche staat. Met een flinke som geld en gouden sieraden gaat hij er vandoor. Bel meteen de tiplijn als je weet wie dit is. Ook andere informatie over deze inbraak is welkom. Anoniem tippen mag natuurlijk ook. Bel dan 0800 7000.